groei van het Chinese restaurant kwam echt op gang in de jaren 60. Daar vonden we echt een explosie aan het aantal Chinese restaurants plaats in Nederland. En met de groei van het Chinese restaurant zagen we toen ook echt een groei van aantal mensen uit eten gaan. Maar ook afhaal werd toen populair. Het was zeker een periode waarin zwaar werken, vooral in de Chinese restaurants, een gewoonte is eigenlijk. En daar heb ik zelf als kind iets van meegekregen. Mijn ouders zitten in de horeca en mijn vader werkte toen bijna elke dag tot in de avond eigenlijk in het Chinese restaurant, in de keuken. Ja, ik denk dat heel veel Nederlanders nog dat beeld hebben. Dat Chinezen uitsluitend en alleen met de horeca te maken hebben. Maar dat is een klein beetje achterhaald idee. Dat is al lang niet meer zo. Ja, het is misschien zo vanuit een historisch perspectief. Heel veel ouders en opa's en oma's die zaten wel in de horeca, in de Chinese restaurants. Maar dat geldt al lang niet meer zo voor de tweede en derde generatie. Kinderen worden op hele jonge leeftijd geconfronteerd met zogenaamd leuk bedoelde opmerkingen of grapjes die refereren aan hun uiterlijk en aan hun etniciteit, waar ze vandaan komen, huidskleur. En het begint allemaal heel onschuldig. Ze vinden het vooral grappig. En dan komt op een dag je zoontje thuis en die zegt het woord poep-Chinees. En dan moet jij als moeder uitleggen wat dat is. Dan leg ik hem uit, jij bent half Chinees. Het woord poep is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is nooit leuk om mensen op die manier te benoemen. Alle kinderen zijn gelijk. Maar verder kan je bij een kind van 5 jaar nog niet eigenlijk meer dan dat zeggen dat ze gewoon gelijk zijn allemaal. Wat te voorkomen dat hij wordt gevangen. Oh, naar boven gaan! Ja, je moet naar boven gaan, precies. En nu? Als mijn kind wordt aangesproken met poep-Chinees of iets in die trant, een referentie aan zijn etniciteit, en ik ben daarbij, dan zal ik zeker, het is gelukkig nog niet gebeurd, maar dan zal ik zeker het kind dat zegt daarop aanspreken. Niet op een boze manier, want vaak bedoelt zo'n kind het helemaal niet eens vervelend, maar wel uitleggen dat het gewoon niet leuk is, niet aardig is en dat alle kinderen gelijk zijn. En als zijn moeder erbij is, zijn of haar moeder, dan zal ik dat zelfs ook met die moeder bespreken. Mijn interesse in mijn achtergrond is denk ik laat op gang gekomen. Ik zat toen op dat moment op de kunstacademie in het tweede jaar. Ik studeerde fotografie. En het was wel grappig dat ik op dat moment ook bezig was met een fotoserie waarin ik mijn afkomst, mijn identiteit bevroeg. En wat ik letterlijk deed is, ik schilderde mijzelf wit of geel in bepaalde situaties. En dat wit en geel staat eigenlijk voor de opdeling van de mens in verschillende rassen. Hè, wat eigenlijk niet bestaat, maar hè, we vinden het heel erg fijn om mensen op te delen in het witte ras, het zwarte ras en het Aziatische ras. Of het gele ras, om het zo te zeggen. Ja, ik denk dat het een gevoelskwestie was dat ik dat werk wilde maken. Ik wilde spelen met die identiteit of ik wilde stigma's of stereotypen laten zien die vaak Aziatische mensen te horen krijgen of toegeworpen krijgen. Cindy uit Tilburg is zaterdagavond mishandeld door een groep die het coronavirus liet van Radio 10 zong om haar te treiteren. De Tilburgse met de Chinese roots vroeg in de lift van haar studentenflat of de groep kon stoppen met het zingen, waarop ze zwaar werd mishandeld. Dit is dus begin vorig jaar gebeurd. Daar werd dus van een liedje zingen overgegaan tot zware mishandeling. En ja, ik probeer me iets bij voor te stellen. Wat ging er toch om in deze mensen's hoofd?
wat was het mechanisme achter vooroordelen naar agressie en geweld? Ik lees hier bijvoorbeeld in een artikel dat zij met een mes haar buik hebben bewerkt om corona uit te roeien. Nou, die gedachte, ja, daar moet ze ergens vandaan hebben gehaald. En ik denk dat hier heel veel dingen hebben meegespeeld. Maar ik denk dat een onderdeel van die oplossing simpelweg een gesprek kan zijn met deze jongens, met deze groep. Sambal bij, echt de hele tijd door. En ik vond dat als kind echt heel vervelend, dus ik ging ook terugschelden. Maar verder had niemand daar een idee van dat het eigenlijk niet hoorde of dat het iets etnisch was of iets racistisch. En nu ik volwassen ben, dat sambal bij hoor ik eigenlijk niet meer. Maar ni hao wordt nog heel vaak tegen mij gezegd als ik ergens op straat loop of in een restaurant en altijd een beetje besmuikt bij het voorbijlopen. Soms weet je geen eens meer, of je weet geen eens wie het zegt, maar dan hoor je ineens ni hao en het is altijd ook de toon waarop. Ik ervaar het een beetje als denigrerend en een beetje smalend en iets laatdunkends heeft het. Ik heb natuurlijk het liefst dat het niet gebeurt, dat kinderen niet worden uitgescholden of dat er grapjes worden gemaakt over dingen die met uiterlijk en etniciteit te maken hebben. Maar ik denk niet dat ik dat kan tegenhouden, anders dan dat ik ze kan bijbrengen dat alle kinderen gelijk zijn en dat het ook niet leuk is om dit soort dingen te zeggen. Maar ik heb natuurlijk niet de controle over hoe andere moeders, ouders daarmee omgaan en over wat andere kinderen zeggen. Ik denk ook niet dat het ooit weg zal gaan. Maar als je kind zelfverzekerheid bijbrengt, kunnen ze daar ook misschien beter mee omgaan. Een half jaar na mijn afstuderen zag ik opeens een item in een talentenshow voorbij komen waar Gordon, de volkszanger, toen jurylid van Holland's Got Talent, een Chinese deelnemer aan het programma vroeg of hij nummer 39 met rijst ging zingen. Ik wil het geen racisme noemen, maar ik vond een nare, stigmatiserende, stereotyperende uitspraak die belicht hoe de Nederlander kijkt naar Chinezen, namelijk een nummer of een kok of een restauranteigenaar, maar niet meer dan dat. De uitspraak van Gordon nummer 9 met rijst voelde als een belediging, een persoonlijke belediging. Ik vind het ook het zegt heel veel over hoe mensen kijken of Nederlanders kijken naar de Chinese gemeenschap. Mijn ouders komen uit de horeca. Ik kom uit een horecafamilie. Mijn ouders hebben een restaurant gehad. Mijn grootouders hebben een restaurant. Ze zijn hier naar Nederland gekomen om een restaurant te beginnen. Dus het was een belediging, een persoonlijke belediging. Maar ik voelde ook een belediging naar mijn ouders. Het heeft mij aan de andere kant wel aangezet om als kunstenaar, waar ik in de gele serie al geprobeerd heb dat te doen, om als kunstenaar mijn blik te richten op die Chinese geschiedenis, de Chinese restaurantgeschiedenis. Hè? En ik denk dat ik, een paar maanden na die uitspraak begon ik met het bezoeken van Chinees-Indische restaurants in Nederland, waar ik gerechten ging fotograferen. En dan specifiek het nummer 39 gerecht. En de jaren daarna zou ik ook de menukaarten verzamelen en andere artefacten. En mijn intentie met dit werk is om op een respectvolle manier, wat Gordon niet gedaan heeft, die gemeenschap te laten zien. Hè, dat ze er mogen zijn, dat hun verhalen er mogen zijn, dat hun gerechten er mogen zijn, dat die menukaarten waarde hebben, zeg maar. Ja, ik probeer te begrijpen. Ik probeer te begrijpen hoe het werkt. Wat het mechanisme achter zit, achter stereotyperingen en tot ongewenst gedrag. Ik denk dat het daarmee begint, hè, met onschuldige stereotypering. Maar vaak gaat het toch over naar een oneerlijke manier van behandelen, hè, vooroordelen dus. En soms komt het ook gewoon voor dat mensen racistische opmerkingen maken. Maar het wordt echt pas heftig als er ook geweld wordt gebruikt. Dat is echt not done. Dat is
we moeten dat echt met z'n allen afkeuren en het liefst meteen daarop handelen. Wat mij betreft is het nu de hoogste tijd om met elkaar dialoog aan te gaan. Dit mag niet meer gebeuren. We hebben de tijdgeest mee op dit moment, want iedereen wordt steeds gevoeliger. Bepaalde dingen die niet meer kunnen, denk aan de negerzoen, het woord blank is nu wit. Ook de Aziatische gemeenschap die durft nu zich uit te spreken, ze hebben jarenlang gezwegen. Dus de tijdgeest is zeker gunstig om elkaar daarop te durven en kunnen aanspreken. Met mijn werk, wat ik als kunstenaar maak, probeer ik een dialoog aan te gaan met degene die naar mijn werk kijkt. En dan hoop ik eigenlijk dat de kijker misschien anders gaat denken over die Chinese gemeenschap of over racisme of stereotypering naar Aziatische mensen. Dat ze misschien tot nieuwe inzichten komen naar aanleiding van mijn werk. Of wellicht wel dat het zorgt voor een herwaardering van ja, de mensen van die gemeenschap, van de Chinese gemeenschap, die eigenlijk altijd zo hard hebben gewerkt om heel veel monden te voeden eigenlijk.